Hallo mensen, mijn naam is Simon, ik maak muziek als Planks en vandaag is het weer tijd voor een nieuwe One Hour Song Challenge. Ik hoop dat je fijne vakantie hebt gehad, ik in ieder geval wel. Deze hele ruimte heb ik omgebouwd tot een super vette muziekruimte. En dat is echt super gaaf. Vandaag heb ik niet gevraagd op Snapchat welk nummer we gaan doen, want er kan maar één nummer zijn wat ik deze week ga doen. En dat is het nieuwe liedje van Taylor Swift. Look what you made me do, look what you made me do. Ik heb echt een heel gaaf idee van welke kant ik op wil. Ik zou zeggen, laten we de klok pakken. Het is nu 5:10, ik heb een uur tot 5:50. Het uur gaat nu in. Even over het liedje. Het liedje is best wel elektronisch. Je hoort een elektronische bas, elektronische drums. Er zijn geen echte instrumenten gebruikt, zeg maar. Daar wil ik verandering in brengen. Het intro van het liedje gaat. Weet je wat ik daar hoor? Violen! Dat gaan wij natuurlijk ook doen. Violen en een pianootje en daarover doe ik nog een gitaar. Dat klinkt denk ik wel cool. We beginnen met de piano. Da-da-da-da-da-da-da-boom. Look what you made me do. Ja, ja, ja. De piano klinkt nu echt bam. En dat wil ik niet. Ik wil dat hij iets mooier plodding klinkt. Dus ik ga plodding. Hoor je dat? We gaan op zoek naar een goede donk. Met een goede donk ben je al halverwege. Doem, 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 doem. Er moet ook nog iets extra's bij. Een soort snare of zo. Dat geluid zocht ik. Doem, doem, doem. Auw, kwartier verspild. Let's go. Gitaar. Je merkt gewoon door die echte instrumenten dat het doorleven. Je merkt dat het door die echte instrumenten aan het leven komen is. Zeg nog een zin. Woe! Oh, dat is een gaaf geluid. Oh, lekker, lekker. Piano nu. Nog een keertje hier. En. Yeah. En nog een hogere. Woo! Even een plannende campagne. Ik heb een heleboel stukjes gitaar opgenomen, dus ik ga eerst die gitaarstukjes op de goede plek zetten. Woo! Yeah, dit is cool, dit is cool. Dit is echt super vet. Eerst wil ik gewoon op dat akkoord, zeg maar zo. En dan. Ja, dan krijg je echt een sick fat effect. Wat ik zei over die echte instrumenten, dat is wel echt iets wat nog heel veel toe kan voegen. Dus, weet je, de vibrage is vernieuwd, de drumstel staat zo chill. Ik ga gewoon vragen of Bram erbij wil komen. Ik heb dit nu. Wacht, laat mij even de koptelefoon opzetten. Moet je even helemaal doorluisteren, of niet? Ja, ik luister al. Want op een gegeven moment komt die bridge en dan mag je echt met je... Dat komt nu zeker. Oh! En hier moet je doen gewoon het... Ja! Ja, precies. Zo gaat dat dus. Wat? Oké, okay, ja, ik weet niet wanneer hij begint. Hij begint na deze E7. En dan. Oké? Okay? Dit wordt het, voor het echie. Oké, okay. Het mooie is dat Fleur er ook nu is, Bram's vriendin, en die speelt saxofoon, dus deze kans gaan we niet weer bij. Ik krijg hier maar een koptelefoon. Ik wil bij het refrein zeg maar... Dus ik ga vragen aan Fleur of ze op de lelijkst mogelijke manier die tonen in kan spelen. Dat is ook weer echt. Vies. 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 Zij toch? Wacht, mag ik hem nog een keer doen? Ja, tuurlijk. Oké, en dan nu alleen nog dat hoge dingetje, weet je die nog? En nu nog die Ja, precies. Oh, moet snel zijn, nog 7 minuten. Perfect, hier heb ik genoeg aan. Dank jullie wel. Oké. Okay. Nu moet ik de zanger op gaan nemen. Nou, succes hè. Dankjewel, dankjewel. Dank jullie wel, super erg. Dit klinkt zo lekker, jongens. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Ho, ho, look what you made me do. Okay. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. Okay. Meer dan dit mag ik niet doen. Ik ga even ombouwen. Ik zie jullie zo. Yo, daar ben ik weer. Zoals je kunt zien is het 1 minuutje later. Ik heb eigenlijk stiekem 4 minuutjes te lang erover gedaan. Maar dat neemt niet weg dat dit denk ik een van de allervetste ooit gaat worden. Ik ga nu zingen.
don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play. Oh, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Woo! Look what you made me do, look what you made me do. Look what you just made me do, look what you just made me do. Look what you made me do, look what you made me do. Look what you just made me do, look what you just made me do. Whoa! Die zat ik echt zo hard in te houden. Oh. Oh, dank jullie wel voor het kijken. Ik heb echt het gevoel dat deze One Hour Song Challenge de allervetste ooit is geworden. Trouwens, blank shirts. Als je ze tof vindt, je kan ze bestellen op mijn webshop tot en met zondagavond. Dus ik zou zeggen, check even en daarna zijn ze nooit meer te verkrijgen. Dit is echt zo'n collectors itempje wordt dit. Laat vooral een like achter en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Wil je meer One Hour Song Challenges zien, klik dan hier. Abonneer op mijn kanaal, kom hier. En ik zie jullie volgende week woensdag gewoon weer met een andere video. Doei!